Omwonenden, bedrijven, politici, kunstenaars, technici en professoren. Zij allemaal hebben de laatste 3 jaar meegedacht hoe die weg van de toekomst bij ons eruit gaat zien. In creativiteitssessies, ontbijtbijeenkomsten en tekenwedstrijden. Een bijzondere manier van samenwerken bij de aanleg van een nieuwe weg. Nu uit alle ideeën de aanpak is gekozen, gaat de weg op de schop. Die wordt heel bijzonder. Hij wordt toekomstbestendig, want we praten over LED-verlichting. Ik denk dat dat ook de toekomst is. Energiezuinig en goed instelbaar. We praten over tovergroen. Vrachtwagens komen aanrijden en melden zich. Dat betekent dat ze gelijk groen licht krijgen. Hoeven niet af te remmen, hoeven niet weer opnieuw op te trekken. De weg wordt breed aangelegd. Dus hij krijgt een ruime aanblik door dat aan beide kanten wadi's. Dat zijn zeg maar greppels waarin het water wordt opgevangen. We praten over voor de natuur erg belangrijk dat we de bomen die we weghalen ook weer terugzetten. Aanvullende bomen wegzetten. We praten over geluidsarm asfalt. En daarnaast is eigenlijk over het hele traject van de weg een vrij brede middenberm voorzien. Die ook ja, zeg maar natuurlijke beplanting krijgt en die ook betrekkelijk weinig onderhoud vergt. De gedachte daar is dat je aan de ene kant mensen die in een gebied wonen, maar wel bereikbaar willen zijn, aan de andere kant van het verkeer geen overlast wil laten hebben. Dus leefbaarheid en bereikbaarheid zijn lastig met elkaar te combineren. En hier proberen we dus hele slimme combinaties met elkaar te vinden om leefbaarheid en bereikbaarheid goed met elkaar samen te laten gaan. In het zuidelijk deel bij de bossen willen we proberen om af en toe vanuit de weg een inkijk in de omgeving te geven. En zodat de weggebruiker ook die omgeving echt beleeft. Die weg komt daar omdat dat al sinds jarenlang een probleem is. En ja, je moet ergens beginnen. En in ieder geval, OS wilde heel graag daaraan meewerken. Wil ook graag innovatief zijn. Delen wij in mee. Hier hadden we ook dus het probleem nog op te lossen. Dus laten we dan werk met werk maken. En de middelen die daarvoor zijn in te zetten. Er komen een tweetal dassentunnels onder de weg. Naast een voorziening voor middelgroot wild. Het nieuwste van het nieuwste gaan we daar dan toepassen, zodat ook de omwonenden geen last hebben van de weg. Het is state of the art, maar het is echt wel, ja, laat ik zeggen, de top van wat er technisch op dit moment in Nederland verkrijgbaar is. Dat zal hier worden gerealiseerd. Daar kijkt ook echt een beetje trots bij. Daar ben ik ook. Ik ben heel trots. Het is een fantastisch project om aan te werken. En ik verwacht dat mensen naar OS komen om deze weg te komen bekijken. Op een speciale website zijn alle ideeën en uitwerkingen te zien. De weg van de toekomst wordt nu van een idee werkelijkheid.